Krijg je van chocola echt thuisjes? Nou, het antwoord is nee. Yes! En ja. In je huid zitten haarzakjes met talgklieren. Die zorgen er normaal voor dat je huid gehydrateerd en soepel blijft. Maar soms maakt je lichaam te veel talg aan en dan krijg je dit geklier. Een opstopping van talg en dode huidcellen zorgt ervoor dat witte bloedlichamen de boel komen ontsteken. Vandaar die rode kring en dat witte puntje. En dan heb je acne, vulgaris, jeugdbuisjes. Ja, ik ben 28. Hoe zit dat nou met chocola? Oh ja, er is geen wetenschappelijk bewijs dat cacao puistjes veroorzaakt. Maar er is wel bewijs dat andere ingrediënten dat doen. Ja. Zeg dat dan meteen. Het gaat vooral om eten met een hoge, komt-ie, glycemische index. Met veel bewerkte koolhydraten en suikers, zoals witbrood. Oh, chocola. Nee, en cola. Auw, nee. Die zorgen voor een piek in de bloedsuikerspiegel en zo met een omweg meer talgproductie.